Het stafdorp in Mungo moet volgens Abo-parlementariër Marinus B. een toeristisch trekpleister worden. ATV-reporter Shisma Bississer maakte hierover het volgende verslag. Mungo-stafdorp was eerst in het bezit van Suralco. Sinds Suralco heeft aangegeven weg te zullen trekken uit Suriname, heeft de Surinaamse overheid het Mungo-stafdorp overgenomen. Wij gaan nu praten met Abo-parlementariër Marinus B. Hij vertelt ons hoe het mongolstafdorp het best kan worden onderhouden in het voordeel van heel Suriname. Als we hier zouden opknappen, je, hebt, uh, je ziet het, een zwembad, je hebt bijvoorbeeld een tenniscourt, uh, Maar ook, uh, je hebt een aantal uh, units, woningunits hier, waar uh, in de tijd van Suralco, zijn mensen op vingen en zo, maar ook die bekende Casablanca staat hier achter. Het gaat wat geld kosten, maar ik denk dat als de regering hiernaar kijkt... en ik ben blij dat de nieuwe minister van HI constant praat over toerisme... dus dat hier zou ook een onderdeel daarvan kunnen zijn. Nadat Suralko het stafdorp officieel had overgedragen aan de Surinaamse overheid... werden de Mongonezen plotseling geconfronteerd met de militaire bezetting. Abo-parlementariër B. deed hierover zijn beklag in het parlement, waarna de militairen zich terugtrokken. B. hoopt niet dat de overheid het gebied voor andere doeleinden zal gebruiken. Toen ik die vraag stelde, kwam uh, de minister van Defensie aan het woord en hij gaf aan dat uh, zijn militairen zijn teruggetrokken toen men over is gaan om huizen hier uit te geven. Dus die vraag is nog niet beantwoord want uh, naar aanleiding daarvan hadden we gezegd van wie is men, uh, mijn persoon en de heer Missikaba. en de regering zou schriftelijk antwoord geven maar tot op heden is dat niet gebeurd. Dus we, we kijken uit naar een moment om uh, duidelijkheid te vragen. Denkt u dat achter de schermen er andere dingen zal gebeuren met uh, het Mongolsafdorp als u zo praat uh, over wat er allemaal in DNA wordt besproken? We hopen het niet, uh, van niet, want wat we willen is iets voor uh, de gemeenschap van Mongo opzetten. Iets waar iedereen profijt van uh, gaat moeten hebben, in plaats van dat individu voordeel hieruit gaat trekken. ABO-parlementariër Marinus B. over de economische mogelijkheden van het stafdorp van Mongo. In Mongo wonen ruim 10.000 personen. Het verslag kwam van Sisme Biseser.